Mijn moeder. Mijn moeder was voor wie haar kende een zachtaardige, belangstellende en gelovige vrouw. En ik wil geen verkeerd beeld neerzetten van mijn moeder, maar meer laten zien dat mantelzorg vaak, gepaard met onwetendheid, in de loop van de jaren steeds zwaarder kan worden. Toen wij in 2006 mijn broer informeerden over het plan om mijn moeder een plekje te geven in ons huis, in plaats van naar een verzorgingshuis te laten gaan, waarschuwde hij mij met de woorden: Mario, je weet hoe ze kan zijn en dat krijg je er wel bij. Ik weet ook hoe mijn man kan zijn of mijn kinderen en die had ik er ook gewoon bij. Dus ik zou haar gedrag ook wel kunnen handelen, dacht ik. Ik werd mantelzorger voor mijn moeder. Ze at mee aan tafel en we regelden haar boodschappen. Ik zorgde voor haar was en bekommerde me om haar beddengoed dat aan bepaalde voorschriften moest voldoen, omdat ze vrijwel altijd op bed lag. Mijn moeder was blij met haar plekje bij ons en dat heeft ze meer dan eens kenbaar gemaakt. Haar rugklachten maakten dat ze zelden buitenshuis kwam. Maar als ze naar het ziekenhuis moest voor onderzoek, dan wilde ze er tiptop uitzien. In 2011 kreeg mijn moeder zomaar op een avond een hartinfarct. En terwijl het ambulancepersoneel haar maande tot enige snelheid, moest zij nog naar het toilet en vanaf de pot riep ze me toe om de nieuwe gezondheidsslippers op te zoeken, omdat ze met de oude toch niet in de ambulance kon. Dat jaar werd de verzorging van mijn moeder zwaarder. Ze wilde graag van dag tot dag weten wanneer ik moest werken en wat de verdere plannen waren, zodat ze zich op de momenten dat ze alleen thuis was kon voorbereiden. Ik had de gewoonte om elke ochtend even bij haar om de deur te kijken. Maar in die periode werd ik op mijn vrije dagen bestookt met opdrachtjes en lag ze vaak al klaar met een briefje als ik 's morgens om 7 uur even kwam kijken hoe ze de nacht had doorgebracht. Als ik de achterdeur uitliep voor een boodschap, dan riep ze mij vanuit haar kamer en vroeg of ik dit of dat voor haar mee kon brengen. En als ik dan vertelde dat ik niet bij het kruidvat kwam, dan was altijd vaak de opmerking: nou, je ziet maar. Met andere woorden, ik heb het nodig, dus pas je maar aan. Het heeft gemaakt dat ik op den duur via de voordeur het huis verliet om boodschappen te gaan doen. Ik was 50 en een dagje uit met mijn jongste dochter. We hadden er beide erg naar uitgekeken en zouden de hele dag naar Scheveningen. Mijn man en zoon waren thuis en zorgden voor het eten. In de loop van de avond raakte mijn moeder in paniek. Het was 9 uur en ik was nog niet thuis. Waarop mijn zoon in alle rust vertelde dat wij nog in Den Haag waren en pas later thuis zouden komen. Oma vond dat hij maar beter even kon bellen om te informeren of wij nog niet thuis kwamen. Wat mijn zoon met enige tegenzin deed. Ja, met mij. Oma staat hier en die vraagt of jullie nog niet thuis komen. In de trein? Oké, 10:30? Mooi, ik zal het zeggen. Kortom, bij thuiskomst direct maar even de ogen gaan druppelen. Nou, was het eerste wat ik kreeg te horen. We hebben het de andere dag uitgepraat. De dag dat mijn moeder in het ziekenhuis overleed, voelde heel verkeerd. Vandaag 2 jaar geleden. Ik verloor mijn moeder. Maar het voelde als een opluchting. Ik was verdrietig in de weken na haar overlijden. Maar daarna kregen wij ons gezinsleven weer terug. Zonder het opletten wat we tegen elkaar zeiden aan tafel. En zonder de voordeur uit te vluchten voor een boodschap. En zonder heel veel andere dingen die het voor een mantelzorger soms zo zwaar kan maken. We kijken terug op een mooie periode. Maar ook een periode waarin ons leven gestempeld was door de zorg voor mijn moeder. En als we nu terugkijken, dan is dat wel met dankbaarheid. Toen we eraan begonnen, waren we onwetend en wisten we niet dat het zo zwaar en soms moeilijk zou kunnen worden. Maar dankbaar zijn we voor de mooie periode die mijn moeder bij ons heeft mogen hebben. Mantelzorgers in de zaal, schaam je er niet voor om tijdig aan te geven dat het zwaar voor je is. En zeker op de momenten dat je mantelzorgcliënt meer druk op je gaat leggen dan dat je eigenlijk hebben kan.
Beter een goed gesprek met iemand die je begrijpt dan zelf af te branden of erger. Mantelzorgen zijn is prachtig, maar wie zorgt er voor de mantelzorgers?